5 mei is een bijzondere dag in Nederland. De dag waarop de Tweede Wereldoorlog eindigde. En we doen iets bijzonders hier in Ede. Wat met de bevrijding van Ede te maken heeft. Het noordelijk deel van de toekomstige parklaan krijgt een nieuwe naam. U ziet het nu nog niet, maar het noordelijk gedeelte van de parklaan loopt vanaf hier de rotonde N224 hoek Arnhemseweg helemaal door tot aan het kruispunt Klinkenbergenweg Berkelaan. En deze weg geven we de naam van een Britse generaal die onlosmakelijk verbonden is met de bevrijding van Ede. Deze generaal was de commandant van de 4e Britse parachutistenbrigade. Hij landde in 1944 hier vlakbij op de Ginkelse Heide. Werd gewond, naar Arnhem gebracht, daar in het ziekenhuis. Wist met hulp van verzetstrijders te ontsnappen naar Ede en zat daar ondergedoken in het huis van de zusters De Nooy aan de Torenstraat 5. Eind januari 1945 ontsnapte deze generaal per fiets en met hulp van het verzet richting de Biesbos. In februari komt hij daar aan in bevrijd gebied. En zo'n bijzonder verhaal verdient natuurlijk een straatnaam. En daarom noemen we het noordelijk gedeelte van de parklaan Generaal Hackettlaan. De aanleg van dit deel van de parklaan staat gepland tussen half 2021 en half 2022.